denk ik ook nu? Wat denk ik ook nu? Gaat die tijd? Denk je? Hij gaat hem geen tijd geven. Jawel. Jawel, hij geeft het nog een kans. Hij geeft het nog een kans. Gaat snel door. Hij gaat gewoon door. Het staat nog steeds 2-1. Steeds een voordeel van Rodgers. Ja. Maar je ziet dat de rust en de concentratie terug is bij Kyoko. Zie je ook zoiets zo heen. Denk ik wel. Hij zal het niet. Maar het werkt niet in zijn voordeel. Ja, maak de seconde als af. Oh, en maar hoe wat hier precies dan? Ja, want ik denk dat Kyoko het nu wel door heeft. Het lijkt me even ja. Maar ik zie even voor de foto's. Ja. Die laat even weten van hoor. Ik ben er nog. Ja, ik ben er nog, ik kan het nog en ik ga het doen. Kijk, daar komt hij weer hoor. Oh, ik kon hem net niet afmaken. Daar steekt hij vanaf. Ik kan het heel vaak. Ja. Kijk, hij staat wel weer met zijn rug tegen de muur aan en daar wil je niet staan. Dat is niet de plek waar je wil zijn. Oh, Jay, wat doet hij dat mooi. En maak je het af? Oh, hij pookt. Ja. Ja. Ik zie dat Jay zijn speelstijl heeft gewijzigd. Hij past het aan. Ja. En weer. Dit is al de vijfde keer. Hoppa, de muur. En, oh, en hits. En hits. Kijk, de helft van zijn leven is al weg, hè. Dan gaat Jay dit oplossen. Ja, oh, mijn trekking, Jay. Ja? Voor. Jay, wat doet hij dat goed? Wat doet hij dat goed? Oh, mensen. Nee, niet doen. Eén hit is genoeg voor je. Nee. Oh. Hij trapt hem als schot. Drie keer stief. En nu is het een vreemde uitdaging. Ja. Gaan terug. Terug naar Eddie. Nog Eddie, dit gaat echt maar een keer in dat geval. Ja. We hebben nog geen Marder gespeeld. Nee, nog geen Marder. Ik denk met de hoop van, als je Eddie niet kent, dan win ik wel. Zal ja, dat zijn heel veel mensen over. Eddie is vrij onvoorspelbaar. Ja. Ja, weet ik. Maar aan de andere kant, ook is bekend het spel. Ja, maar we zien nu hier wel dat hij toch wordt gedomineerd. Kijk, hoppa. Maar vergeet niet, Rodgers heeft nog steeds een voordeel. Aangezien Kyoko meer battles moet winnen. Kyoko is 3-1 hè, voor dat Jay. 3-1. Het zou betekenen, het lijkt erop voor. Hij wordt van de mat gespeeld. Hij heeft geen idee. En zo zijn we al twee rondes voor Kyoko. Ja. En Bogus nergens. Bogus nergens. Kyoko 2. Ik vind het spannend. Dit is inderdaad spannend als deze fans het voortzet. Kijk. Kan Kyoko gewoon nog bij Eddie blijven. En ik denk... Hij heeft meer dan één wedstrijd nodig om aan te passen aan Eddie. Zullen we het zien? Hij gaat weer naar Stier. Hij heeft nog steeds het voordeel van de 3-2. Dat heeft hij. En hij heeft nog steeds natuurlijk de winnersfinal voordeel. Inderdaad. Het is heel slim dat hij niet spreekt. Hij heeft niks in op om zich naar de Messi te leren komen. Dat heeft hij ook al niet. Kyoko moet Messi. Ja. En Jay die kan nu nog leren. Maar ik denk eigenlijk dat Jay na de hockeylichte dag van die nog precies maakt. Ik denk dat wel, maar volgens mij spelen ze nu weer best uit 7. Of best uit 9. Best uit 9 is lang. Ja. Ik is het best uit 7 of 7? Of best uit 7 of best uit 9 spelen? Nee, 7 of 9?
Weet je wat 7 op weet? En een troon. En hij sprak gewoon perfect. Oké. Waar ik informatie aan het vergaren was, pakt hij een perfect mee. Hij pakt gewoon een perfect. Zo zie je maar, al ben je 5 seconden draaien en dan. Het is gewoon helemaal geen slaan. Nu zag XCM nog, maar ik had gezegd dat hij allemaal moet editen. Ja, dan vraag je me af of je dan nog gaat lachen. En wij wel. Ja, altijd. Altijd. Hij doet het toch goed met Eddie, jongens. Hij doet het toch goed met Eddie. Hij gaat goed mee. Nou, als we gewoon aannemen dat het best uit 7 is. En Eddie pakt deze, want ik heb er goed gevoel bij. Kijk, ik wil dit. Kijk, deze ja. Perfect. Pak die heel mooi. En nu? En nu is het blauw. Kijk. En dit is de luxe! Ja hoor! We gaan naar Bob in die bottel! Bob de Bouwer! Bob in die bottel, mensen! En het publiek weet het ook. Die weet het ook. Theo van Gogh leeft nog steeds bij de mensen. Ja, hij leeft. Hij blijft leven. En hij roept hier, Bob! Nu, kijk, nu leeft. Dus normaal gesproken Rotus gewend is om zijn witte powerhang te pakken. Die zou hij als Theo van Gogh moeten doen. Ja. Is dat genoeg? Ik denk het wel, ik denk het wel. Focus heeft de hele tijd de kans gehad om te leren. Dat heeft hij zeker. En dit kijk. Is gewoon een... Ja? Een dit is het gewoon. Hij kan nu niks doen. Die weet zo, hij heeft een probleem. Hij heeft een probleem. Hij weet niet wat hij moet doen. Kijk, zie je? Je ziet het. Hij blijft op, Rotus blijft op afstand. Hij anticipeert, hij stapt in, hij maakt zijn combo's aan. Kijk wat hij doet. Hij kan een fout maken. En dat is gewoon waar. Nee, doodgeloos. Oh. Maakt je ook wel eens niet uitgespeeld hoor. Ik ga gewoon geen nemen. Bot in de bottle. Wat gaat hij doen? Het lijkt erop alsof hij ook zo snel een bot doorleeft naar zijn rampen. Het kan aan mij liggen, maar volgens mij kan Bob niet zoveel doen tegen de liggen. Nou, met 60% leven heeft hij net wel weggekookt. Dat is wel waar. Kijk, die komt het. Richting de muur, hè? Richting de muur, kijk. Dan is het einde van de Hij maakt het niet af. En we rijden van positie. Ja. Nu gaat ook niet meer om, nu gaat het goed meer om. Nee hoor, er is weer een muur daar. De berichte hoek van de steeds. Ja, maar nu. Oh, kijk. Oh, kijk. Oh, en dat is Amsterdam! Met Bob de Bouwer. Nog steeds. Zo. Ja, kijk, hij lacht. Hij lacht. Ja, zoom in hoor. Jay, smaak. Zwaai even naar de camera. Ja, dat is hoor. Victory pose met Jay.